Als jij zo'n momentje hebt waarop je denkt, what the fuck, ik heb geen fuck te doen, kijk dan naar de nieuwe X-Men. X-Men Days of Future Past. X-Men Days of Future Past. Deze film is fucking awesome. En als ik zeg fucking, doe ik ook fucking. En dat was ook amazing, dus we doen het nog een keer. Fucking. Oké, laten we nu maar beginnen. Let's go. YouTubers hier met vandaag een nieuwe Advanced Warfare Live Ding Cosplay Double XP video. Speciaal voor jullie heb ik vandaag weer een heel speciaal onderwerpje. Vandaag zullen we het namelijk hebben over examens. Je kent het wel, die ene periode op school waar alles ineens super belangrijk is voor school en school voor alles komt. Het moment in je leven waarop je denkt, oké, ik wil dood en dat je eigenlijk gewoon fucking veel moet studeren en dat je gewoon de nerd van je klas voelt. Wel jongens, het zit eraan te komen, de kerstexamens, de dood van elke 14-jarige jongen. Ik ben 15, maar ook de dood van elke 15-jarige jongen. En ik ga jullie in deze video vertellen waarom ik examens kut vind en waarom ik examens eigenlijk ook wel cool vind en of dat ik ga uploaden in de examens en wat er allemaal mee kan aankomen in de examens en allemaal andere leuke dingen. Oké, dus in de examens ga ik nog video's uploaden. Jawel, ik stop niet, holy shit, de keer dat ik niet stop. Ik stop zoal 3 jaar met examens en elk jaar, als ik dan in een hoger jaar zit, upload ik wel weer video's. Dus eigenlijk verwaarloos ik school dan. Oké, dus ik ga nog video's uploaden in de examens. Natuurlijk niet op dagelijkse basis, dat is gewoon fucking onmogelijk. Maar ik krijg hulp. Ja, je hebt het goed gehoord. Hulp. Van Unagis, check zijn channel. Subscribe op zijn channel. Van Pof, check zijn channel. Subscribe ook op zijn channel. Dus deze guys maken dan gewoon video's voor mijn channel. Ook al hebben die ook zelf amper tijd om video's up te loaden. Die zeiden, ja, als jullie je kunnen helpen met de video's maken, dan willen we dat gerust doen, ja. Dus ik zei gewoon tegen hun, guys, als jullie mij kwaliteit video's kunnen geven, dan doen jullie dat, dan ben ik jullie daar eeuwig dankbaar voor. En maak ik ook wel een video op jullie channel. Want voor wat hoort wat. Dus zeker bedankt aan deze twee guys. Ik upload ook nog in de examens. Zij gaan mij gewoon helpen met editen en zo van die shit. Ja, dus eigenlijk, ik ga wel nog uploaden. Ik ben gewoon druk met school wat normaal is voor de middelbare ISO. Allemaal bullshit die ik moet leren. Vooral maar random vakken waar ik niks aan heb. Maar ja, oké, het hoort erbij. Ik ben naar school gegaan. Ik heb ervoor gekozen om naar school te gaan. En dan moet ik natuurlijk ook die dingen volgen van school. Want school is fucking kut. En hier ligt mijn fysica boek en die mag al weg. Fysica is zonder bluff het vak waarvoor ik altijd buis, zoveel ik ook leer, ik buis er altijd voor. Die leerkracht is super raar en mijn controller is op de grond gevallen. Maar eigenlijk vind ik examens helemaal niet zo erg. Het enige kut aan examens is het studeren. Want het moment dat je je toets kan invullen en je examen echt kan invullen, vliegt de tijd. En ik meen echt vliegen. Je bent op school, je komt toe, je maakt je examen, je mag naar huis om 9 uur, nog in de ochtend. En dan moet je weer studeren, wat wel kut is, maar de dagen vliegen voorbij. Dus ja, examens zijn aan de ene kant wel chill, want ja, examens zijn misschien niet de leukste tijd van het jaar. En je hebt natuurlijk minder tijd om te gamen en naar video's van eisen te kijken. Maar soms heb ik in de examens meer vrije tijd dan op een gewone schooldag. En je kan nu denken, dude, what the fuck zeg je? Als ik bijvoorbeeld een wiskunde-examen heb gemaakt en ik kom thuis en de dag erna heb ik geschiedenis, dan studeer ik misschien 1 uurtje voor geschiedenis en dan heb ik de rest van de dag gewoon om te gamen. Want ik ben zo de guy die de dag op voorhand begint te studeren voor elk vak. En tot nu toe werkt het studeren de dag op voorhand altijd goed uit. Want elk jaar zeggen de leerkrachten, dit jaar ga je veel voorbereiding moeten treffen en zeker 2 weken op voorhand beginnen studeren. Ja, ik zeg dan altijd fuck off, ik begin gewoon de dag zelf en we zien wel. En dit jaar dacht ik, Nathan, we gaan een week op voorhand beginnen en de moeilijke vakken studeren. Natuurlijk is dit niet gelukt en ik weet eigenlijk niet wat ik heb gedaan de hele week. Maar de week zit erop. Het is vandaag zaterdag. En maandag, dinsdag heb ik wiskunde. En ik zou nu eigenlijk moeten studeren of toch iets doen in verband met examens. Maar nee, ik maak gewoon een video voor jullie. Dus ja, like die video al maar. Hè. Ja, en die moet dood, hè. Guys, we doen even live supply crate opening. Let's go. Eerste crate. En wat krijgen we? Holy shit. Pure shit, we hebben nog een tweede, let's go. Hoe spannend. Ja. Pure shit, het is een elite loadout, maar hij is fucking lelijk. Let's go. Nooit gelukken met die fucking pakketjes, godverdomme.
Holy shit. Het was PS3 controller. Jullie dachten dat ik met mijn scuf had gehoord. Ik had jullie bij de Piet. Maar oké, ja, altijd een gemiddelde van 64, denk ik, op mijn examens in totaal dit jaar. Vorig jaar was het 75. Dit jaar 65. Het zakt enorm. Maar ja, de handel kan niet altijd een stijgende lijn zijn, hè. Soms zitten de punten nu eens niet mee, hè. Ja, jong, de ouders begrijpen dat niet in deze moderne tijd, godverdomme. En ik heb dan eigenlijk nog een laatste vraagje voor jullie. En deze vraag is dan echt alleen voor de persoon die de video tot hier hebben gekeken. Want anders, ja, weet je gewoon niet wat je hierop moet antwoorden. Dus als je tot hier hebt gekeken, doe me even plezier en antwoord op de vraag die nu komt in de comments. Ik zat eraan te denken om naar een soort van taalschool te gaan waar ik deftig en mooi en begrijpelijk en verstaanbaar Nederlands kon leren. Dan een soort van muziekschool, maar dan in plaats van muziek een soort van academie voor schone kunst. Ik mooi algemeen Nederlands leer praten. Nu is mijn vraag aan jullie. Zouden jullie dat een goed idee vinden als ik naar zo'n academie zou gaan, dat ik dan even stop met video's maken, een paar weken of zo, en even goed trainen op mijn Nederlands? Het klinkt echt debiel, maar ik ben echt serieus. Of vinden jullie dat het West-Vlaams, het beetje plat Vlaams, een deel van mijn kanaal is geworden? Vele andere YouTubers zeggen tegen mij dat het een deel van mijn kanaal is en dat het echt wel verstaanbaar is, maar dat je gewoon een beetje je best moet doen. Andere YouTubers zeggen dat gewoon dat ze geen kut verstaan van wat ik zeg en dat ze ja, gewoon echt niks verstaan van de ganse video. En het ergste is dan bij de Nederlanders, die verstaan gewoon geen kut van mijn video's, denk ik, want die hebben ook zo wel een eigen accentje en dat accent heb ik helemaal niet. Dus ja, ik weet het zelf niet zo goed. Laat weten in de comments wat jij vindt. Vind je dat ik gewoon een beetje moet letten op mijn taal zoals nu, maar toch nog altijd het West-Vlaams er een beetje doordraaien? Of zouden jullie liever hebben dat ik wel naar een soort van academietaal ding ga, deftig Nederlands leer en dan waarschijnlijk een beetje trager ga praten? Want West-Vlaams is nu eenmaal een dialect die super snel gesproken wordt. En dan bedoel ik maar, als ik echt video's zou maken zoals ik zou willen, zou ik klinken als Job van Doe Maar Gamen, die echt in het begin geen fuck gaf over de kijkers en gewoon bleef doorpraten en bleef snikken naar adem en bleef doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dus guys, laat dat allemaal even weten in de comments. Hierbij ga ik dan de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als jij vindt dat ik naar de taalschool moet gaan, laat het dan weten in de comments. Vind jij dat West-Vlaams een deel geworden is van mijn video's? Laat het dan ook weten in de comments. Ik zou zeggen, jongens, ik probeer zoveel mogelijk video's te maken in de examens. Als het soms een keer niet lukt, sorry, mijn oprechte excuses hiervoor. Ik ben Acid. Ik zeg, dikke, vette succes. Aan alle kijkers die ook examens hebben, succes aan iedereen die gewoon een toetsenweek heeft. Succes aan iedereen die nog moet, weet ik veel, kaka doen. Dikke succes aan jullie allemaal. Ik ben Acid. Ik zeg guys, adios. Bitches!